Bilthovense brandweer heeft ruim 40 jaar lang de beschikking gehad over een ladderwagen, zoals zij dit zelf terecht noemen, een redvoertuig. Enige uren voordat premier Rutte de nieuwe lockdown afriep, ging bij onze brandweermannen en vrouwen al hun lockdown in. De ladderwagen werd opgehaald en naar een kazerne in Zeist gebracht. Toevallig stond mijn auto geparkeerd tegenover de brandweerkazerne, omdat ik opnames voor een kerstgoed aan het maken was. Mijn dashcam registreerde het uitrijden van de ladderwagen, waarvan ik op dat moment dacht dat deze voor onderhoud opgehaald werd, maar het bleek achteraf de laatste uitrij geweest te zijn van dit redvoertuig uit de Bilthovense kazerne. De paar aanwezige vrijwilligers van ons korps keken met veel pijn in het hart naar de lege plek in de kazerne. Onze ladderwagen, welke altijd binnen enkele minuten ter plekke was in onze gemeente en zoveel mensen gered of geholpen heeft, staat nu kilometers verder en heeft een aanrijtijd gekregen van 15 minuten. Wie gelooft het als de Utrechtse weg volstaat tijdens de spits, dat zo'n grote truck even langs de auto's kan manoeuvreren om binnen de gestelde 15 minuten in onze gemeente te zijn. Toen onze ladderwagen voor onderhoud enkele dagen weg was, brak er brand uit op een zolder in Bilthoven. Zie hier de reactie over de komst van de hoogwerker uit Zeist. Ja, ik heb begrepen dat de ladderwagen van Bilthoven of in onderhoud is of ja, niet beschikbaar, vandaar dat ze de ladderwagen van het naburige korps hebben gealarmeerd. Ja, die moet natuurlijk van iets verder wegkomen. Ik hou me tot dit incident bezig. En ik weet ook de uitdruktijden niet en de aanrijdtijden van de ladderwagen uit Zeist. Dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Onze gemeente is bij een calamiteit nu afhankelijk van een redvoertuig uit Utrecht of Zeist. Ik ben er niet gerust op.